Hallo, Refli hier en ik heb weer een leuke video voor je. Deze week ga ik werken met Tombow markers. Had je natuurlijk niet gedacht, want dat heb ik nog helemaal niet zo heel veel gedaan. Maar je kan er zulke leuke effecten mee bereiken. Deze pagina gaan we deze week maken. En dit is gecreëerd met Tombow markers en uiteraard water en modeling paste. En nog allemaal andere leuke dingen. Dus ik zou zeggen, pak je spullen er allemaal bij en ga lekker aan de slag. Ik hoop dat je de video leuk vindt. Als dat zo is, sowieso trouwens, doe even lekker een duimpje omhoog. Dat helpt mij om nog meer mensen te bereiken met mijn gratis creatieve video's. En als je je nog niet geabonneerd hebt, de helft van jullie hè, die kijken, die zijn gewoon niet geabonneerd. Doe dat gewoon even. Dat helpt mij ook enorm. Serieus. Ik wil gewoon heel graag zoveel mogelijk mensen laten genieten van mijn creatieve video's. En geef een duimpje omhoog en abonneer. En deel ook gewoon de video. Vooral als je hem leuk vindt. En als je hem niet leuk vindt, dan moet je gewoon lekker je mondje houden. Oké, dat was een beetje flauw. Maar zo is het wel natuurlijk. Net als in mijn vorige video komen er nog wel eens wat bloopers in voor. Vooral in dit hele kleine stukje intro. Val ik nog wel eens over mijn woorden? Of weet ik niet meer wat ik wil zeggen? Nou ja, anyway. Jullie schijnen dat echt ontzettend grappig te vinden. Vind ik zelf eigenlijk ook wel. Dus als je nou helemaal tot het einde kijkt, dan plak ik daar weer een beetje stomme dingen van mij achter. Dan kan je daar nog even van genieten. Oké, hoppatee. Naar de video. Refli out. Die was heel snel. Doei. Doei. Ja, we gaan beginnen. Je hebt nodig een stencil, Tombow markers of andere markers, een witte pen, uiteraard je art journal en modeling paste. Ik ga beginnen met mijn Tombow markers en ik ga een halve cirkel tekenen met verschillende kleuren, zodat de bloem van de stencil van Art by Marlene mooi over deze cirkel past. Ik kleur deze halve cirkels helemaal in met mijn Tombow markers. Maar je zou het ook slordiger kunnen doen. Want doordat we straks met water gaan werken, zal je zien dat het heel makkelijk weer in elkaar overvloeit, de Tombow markers. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog helemaal niet zo heel veel mee gedaan. Pas geleden heb ik een art journal page, een der van mijn wekelijkse uitdaging, zeg maar, gemaakt. Als je die nog niet volgt, ga lekker naar mijn blog www.refli.com. Een Nederlandse versie is in de maak. En dan kan je gratis meedoen. Dan heb ik elke week een leuke blogpost voor je met inspiratie. En de afgelopen keer heb ik dus een galaxy ook gemaakt met die Tombow markers. Nou, echt zo gaaf om te doen. Dus ik ben wel een beetje verslaafd geraakt inmiddels. Ik heb natuurlijk nog lang niet alle kleuren die ik nodig heb. Dus Tombow, als je dit ziet... Nee hoor, grapje. Ik koop gewoon al mijn materialen lekker zelf. Oké, als je tevreden bent over de halve cirkel, dan hoef je niet te wachten tot die Tombow markers droog zijn. Kijk, hier pas ik even of het wel past. Nee dus. Dus ik voeg nog van Jane Davenport een marker toe. En dat zijn die mermaid markers. Nou, dat is echt gewoon zo geniaal. Fijn spul om mee te werken. Dat lijkt wel, ja, het is een soort waterverf met glitters, maar dan in zo'n pen. Dus ja, hoe makkelijk is dat? Oké, als je dus denkt, nou, dit is gewoon helemaal goed, dan hoef je alleen maar een kwastje te pakken en een potje water. Ik maak wel tussendoor elke keer mijn kwastje een beetje schoon, omdat ik anders vind dat het te veel in elkaar gaat overlopen. Ik wil wel nog een klein beetje het effect zien van wat ik hieronder getekend heb. Je ziet aan de bovenkant al een beetje dat het al een beetje gaat lopen. Zie je dat? Je ziet het water al een beetje in elkaar overvloeien. Ik vind dat wel super leuk. Ik wilde alleen niet dat het te veel zou zijn. En zo is het een beetje perfect. Let op, als je nu gaat beginnen met je stencil, je ziet het al. Mijn Tombow marker daaronder, dat water, het is gewoon nog nat. Maar dat is ook de bedoeling. Want ik wil dat de modeling paste een beetje in elkaar gaat overlopen. Dit is van het eigen merk van Van Beek Art. Ik moet zeggen, ik vind hem best een beetje dun. Maar hij is prima om te doen. Ik ben het meest fan nog van de Liquitex modeling paste. Want dat is echt van die hele dikke, mega dikke slagroomachtige. Nee, slagroom is natuurlijk helemaal niet dik. Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel van dat hele dikke crème. Maar ik kan hem gewoon nergens meer vinden. Dus vandaar dat ik nu een andere gebruikt heb.
Nou, en hier heb ik een heel klein stukje overgeslagen. Je ziet dat ik ook een soort vlekjes heb op het witte gedeelte. Dat komt omdat mijn stencil, toen ik hem eraf haalde, viel hij op het witte gedeelte van mijn Arjunol. En dat werd een beetje viezig. Toen dacht ik, nou oké, prima, dan doe ik dat gelijk overal. Dus ik heb een soort van gestempeld met het nattige stencil. En daardoor kreeg je eigenlijk een heel grappig effect. Nu gaan we de titel schrijven. Dat doe ik gewoon eventjes met potlood, omdat ik wil weten, nou, hoe kom ik nou ongeveer een beetje uit? Vind ik de letters zo leuk? En er komt te staan, may my heart be kind, my mind fierce and my spirit brave. Ik hou dan toch wel weer van die Engelse titels. Jij kan natuurlijk opschrijven dat wat je maar wilt. En ik schrijf dit gewoon op een stripje witte cardstock, volgens mij van Bezel of iets dergelijks. Ik weet eigenlijk die merken al zo heel goed niet meer. Maar ik zal alles natuurlijk in de beschrijving hieronder in de video schrijven. En ik ga vervolgens met de marker van Jane Davenport, dit is dus die mermaid marker, ga ik de letters gewoon weer overtrekken. En dit is een beetje een donker roze, zou je verwachten van de dop, maar ik vind hem eigenlijk wel richting paars gaan. En hier zit wat minder glitter in. Die lichtere roze zit veel meer glitter in. Dus ik weet ook niet of ik niet goed opgelegd heb met kopen. Dat het zeg maar per kleur verschillend is. En ik knip de titels altijd uit, zodat ik kan kijken, nou, hoe komt het een beetje eruit te zien? Hoe ga ik dat neerleggen? Ik wilde het rond het rondje zeg maar hebben. Dus ik schrijf nu nog even het tweede deel van mijn titel. Je moet wel opletten dat dit goed droog is voordat je met je handjes eraan zit. Want anders dan veeg je gelijk de inkt wel uit. Dat gaat vrij snel. Maar ja, ik ben inmiddels wel gewend om ook een heel klein beetje voorzichtig te werken. En zo niet, nou, dan zit er een vlekje. Kan ik ook niet heel erg wakker van liggen. Dat maakt uiteindelijk ook helemaal niet zo heel veel uit, want het is je art journal. Oké, als je deze titel verder ook afgeschreven hebt, dan knip je deze ook nog even in stukjes. En dan gaan we daarna de randjes nog even bewerken. Want ik vind het eigenlijk weer te saai als ik nu zo deze witte titeltjes, woorden, zeg maar, zie liggen. Dan denk ik, nou, dat is eigenlijk best een beetje saai. Dus ik probeer zo meteen nog met mijn Jane Davenport marker, maar dan dus met die lichtere, waar dus wel wat meer glimmer en glittertjes in zit. Om de randjes te kleuren. Ja, hoe zeg je dat? Dat deed ik vroeger ook altijd wel met inktblokjes bijvoorbeeld. Dat geeft net een heel klein beetje meer effect. En dan springt het woordje er net een beetje meer uit. Kijk, ik doe er eentje, maar voem, voem, voem. Zometeen zie je dat ze gewoon allemaal gedaan zijn. Oké, ik laat er twee zien in de video. Ook goed. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal laten zien, want er zitten jullie te wachten en te wachten. En dat duurt natuurlijk allemaal veel te lang. Maar je ziet hoe simpel het gaat om met het kwastje gewoon langs het randje te gaan. Oké, ik ga ze dus wel allemaal laten zien. Ik dacht dat ik dit eruit geknipt had. Serieus mensen. Oké, je gaat nu gewoon alle stripjes even zien hoe ik ze leuk met de Jane Davenport marker omrand. En daarna plak ik ze met pritstift op mijn art journal. Dat kan je overigens ook gewoon doen met gel medium of een andere lijm die je hebt liggen. En je moet wel even opletten, want ik leun niet met mijn hand op het linker gedeelte van mijn art journal. Want die modeling paste die is natuurlijk nog nat. En als je daarop leunt, dan maak je daar natuurlijk ook weer vlekken mee. Wat op zich niet erg is, want het hoeft voor mij niet netjes te zijn. Maar weet dus dat die modeling paste best wel lang nat blijft. Dus doe ook niet je boekje dicht. Dan zitten echt de bladzijden aan elkaar geplakt. Wacht daarmee echt tot de volgende dag voordat je dat doet. Anders zou het echt wel heel erg zonde zijn. En wat ik nu zo leuk vind aan de achtergrond, als je kijkt naar die modeling paste, je ziet hem langzaam verkleuren. Dus de kracht van die kleur van die Tombow markers, die komt echt door die modeling paste heen. En dat vind ik nou het leuke effect als je dus die modeling paste gebruikt terwijl je achtergrond, je ondergrond, nog nat is. Dat kan je overigens ook met waterverf doen. Daarvan heb ik hier ook een hele leuke video, die zal ik even linken. Dan heb ik ditzelfde effect ook bereikt met waterverf wat nog nat is. En daarna ook modeling paste erop gedaan. Dat geeft ook zo'n mooi effect dat die modeling paste niet helemaal spierwit blijft. Maar dat de kleur eronder wel gewoon er doorheen komt. Nou hier, dit zal ik niet helemaal laten zien natuurlijk hoe ik deze dingetjes vastplak. Ik heb gewoon een ordinaire pritstift.
dit was de kleur blauw. Ik wist ook niet dat dat ook serieus blauwe kleur afgeeft. Dus als je die koopt, weet dat. Hij geeft dus wel blauwe vlekken. Nou, toch nog even mijn waterverf erbij gepakt. Kan toch niet laten. Want ik wil toch wel heel erg graag altijd dit soort splashes nog toevoegen. Ik heb nog even niet ontdekt hoe ik dat met Tombow markers ga doen. Maar daar kom ik vast ook wel uit. En nu dacht ik, Roos, nou, is niet genoeg. Ik wil toch ook zo'n lekkere knalgele waterverfblopjes erbij. Ook omdat ik dat geel natuurlijk ook bij de Tombow markers gebruikt heb. Nou, en zo creëer je dus serieus in hele korte tijd een superleuke art journaling video. Dus, vond je hem leuk? Geef lekker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Deel de video. Help me met mijn creativiteit te verspreiden. En tot de volgende keer. Doei! Hallo! Ja. Dit keer... Niet in je gezicht. Hallo, Refli hier. En dit keer heb ik weer een leuke video voor je. Oh, mensenkinderen. Oké. Gaan we weer. Dit is een haar. Ken je deze niet? Het is natuurlijk wel een goed idee als je dan ook een voorbeeldje hebt. Lekker voorbereid. Hallo, Refli hier. En ik heb weer een leuke video voor je. Deze week... Nee, ik heb weer een leuke art journaling video voor je. Oké, ik zou zeggen... Nee, zo doe ik dat nooit. Oké, huppatee, naar de video. Dus, oké, hoppatee, naar de video. Ik deed een gek knikje. Oké. Want is het dan een video die kant op of die kant op? Dat weet ik dus nooit zo goed. Als ik. Ik doe elke keer zo, maar volgens mij is het zo. Oké. Refli out. Die was heel stom. Doei. Doei.